Ja, daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. Zo voor de wedstrijd van morgen. Heerenveen komt dan naar Nijmegen. Belangrijke wedstrijd natuurlijk. Eén van die finales die gespeeld moeten worden. Komen we zo meteen even op terug. Eerst maar eens even naar afgelopen week. Allemaal de Kruppen in de Stevenskerk. Een groot succes was het. En daar tekende Bart van Rooij ook zijn contract. Was al bekend natuurlijk dat Bart van Rooij zou blijven bij NEC. Maar een mooi moment omdat daar in die Stevenskerk, kijk, prachtige ambiance, daar het contract te ondertekenen. En hij liet ook even het nieuwe thuistenue zien. Kijk, dat ziet er ook mooi uit. Het nieuwe thuistenue werd daar gepresenteerd voor komend seizoen. Ja, en dan is het maandag en dan moet het versier weer op de wedstrijd van zaterdag. Een paar dagjes vrij geweest. En maandag werd er dan weer voor het eerst getraind richting die belangrijke wedstrijd tegen Heerenveen. En het is vakantie, het is mooi weer. Dus er komen veel mensen op af. Hè. De training is openbaar. Veel kinderen die dan natuurlijk eventjes willen kijken naar hun helden op het veld. En er was ook een bijzondere gast aanwezig afgelopen week. Kijk, Guus Hiddink kwam even langs. Die kwam een training bekijken, was hier te gast bij NEC. Is een vriend van Rogier Meijer en ook van Marcel Boekhoorn. Dus hij had beloofd, ik kom een keertje kijken. Nou, dat was afgelopen week, dus hij gaat geen functie vervullen. Aldus Wilco van Schaik. Maar het versier moet op FC Heerenveen. En zo'n paar dagen vrij. Heb je dan goed kunnen opladen voor die wedstrijd? Ja, zo voelt het wel. We hebben weekend vrij gehad. En we zijn maandag begonnen tot en met vandaag en morgen. Dus we hebben lekker op kunnen bouwen in training. Iedereen is fit, behalve Kelvin Verdonk. Hè, dus dat is ook prettig. Je hebt een grotere groep. Ah, je merkt gewoon dat iedereen lekker fris is teruggekomen. En dat is denk ik voor die laatste vier wedstrijden fijn. Ja, je begint misschien die vier finales, zoals jullie het noemen, wel gelijk met de belangrijkste. Nou ja, in ieder geval is het een wedstrijd dat je elkaar een directe concurrent treft. En dat je elkaar een tik kan geven. Nou, in ons geval, als wij zouden winnen, ja, dan sta je op 3 punten. Met ons doel gemiddeld zijn er eigenlijk 4 punten. Ja, dus het is een belangrijke wedstrijd. Niet beslissend, maar wel heel belangrijk. Ja, en dan de vraag die veel supporters hebben, en ik ook, aan de trainer. Speelt Tanane? Het antwoord komt van de trainer. Ja, die kan spelen. Ja. Hij speelt die? Ja, die gaat ook spelen dan. Ja. Hij heeft de hele week getraind. En ik vind dat hij er hartstikke goed op staat. Fit en fris. Energiek. Dus ja, dat kan ons iets extra's geven in deze wedstrijden. Ja, en dan de man zelf, Osama Tanane. Hij is natuurlijk blij dat hij weer op het veld staat en dat hij kan spelen. Ik ben erbij. Dus, ik hoorde net van de trainer, je speelt gewoon zaterdag. Ja. Ja, nou dan speel ik zaterdag en voor mij is het een fijn en blij gevoel. Ja, want ja, die creativiteit inderdaad in die wedstrijden of die bal in die 16 krijgen bij Heerenveen, ja, dat kan hij als de beste natuurlijk, hè? Ja, nee, maar dat is zijn kwaliteit en dit soort spelers vinden deze wedstrijd natuurlijk ook het meest interessant om wat te laten zien. Nou, hij voegt aan ons elftal natuurlijk voetbal toe en een stukje agressie ook als we de bal hebben. Dus ja, ik ben blij dat hij erbij is. Ja, dan zitten we 4 wedstrijden voor het einde van het seizoen. Misschien nog wel een verlenging als we die play-offs ingaan. Maar goed, spelers komen, spelers gaan. We weten dat de trainer in ieder geval blijft komend seizoen. Hoe zit het eigenlijk met zijn staf? Ja, op dit moment gaan we verder met de mannen die er zijn. Daar ben ik heel tevreden over. En wat de toekomst brengt, dat weten we nooit helemaal zeker. Maar op dit moment zijn we tevreden. En ja, eerst maar zorgen dat de jongens allemaal hun contracten verlengen. Ja, ik heb ook ergens gehoord dat Mark Otter misschien aansluit bij de technische staf volgend jaar. Klopt dat? Nou, daar is wel sprake van, maar dat is allemaal nog. Dat heeft ook te maken met de organisatie, de algehele organisatie zoals bij de jeugd. En de samenwerking eventueel met Os, hoe dat allemaal gaat verlopen. Dus dat is nog een beetje vroeg. Ja, Mark Otter, die naam heb ik dus voorbij horen komen dat hij komend seizoen dus de technische staf gaat versterken. Hij traint nu de jeugd onder 21. Hij heeft alle papiertjes al, dus hij kan mooie ervaring opdoen dus met Rogier Meijer. Ja, en dan Tanane. Die vraag krijg ik ook wel eens vaak. Maurice, blijft Tanane? Blijft hij eigenlijk wel volgend seizoen, die Tanane? Hij blijft toch wel, hè? Dan moet je aan Carlos gaan vragen. Kijk, voor mij, ik heb het naar mijn zin. Nee, maar jij bent daar ook natuurlijk een belangrijke rol in. Ja, tuurlijk. Ik heb het al altijd gezegd. Ik heb het naar mijn zin. Ik word gewaardeerd. Ik heb het naar mijn zin. De trainer, beste klik mee. En natuurlijk ook met iedereen als Marcel en Carlos. Dus voor mij is het gewoon afwachten. En ik heb ook gezegd van, ik heb eerst de play-offs te halen en dan praten we verder. Ja, de man om te stoppen natuurlijk morgen is Sidney van Hooijdonk. Ja, ik denk dat hij heeft laten zien dat hij bepaalde kwaliteit heeft. En die liggen met name in en rondom het 16 meter gebied. Nou, daar hebben we natuurlijk wel aandacht aan geschonken. En als we hem van het scoren weten af te houden, nou, dat scheelt al een hoop, denk ik. Maar het is volgens mij een team wat gelijkwaardig aan ons is. Anders sta je ook niet zo dicht bij elkaar.
En dan gaat het ook om één de vorm van de dag, maar twee ook de energie die je erin moet stoppen om dat soort wedstrijden te winnen. En daar begint het mee. Het stadion is weer uitverkocht. Ja. Mooi adviesje. Ja, mooie wedstrijd. Zin in. En, we spelen ergens voor, we spelen nergens tegen, maar we spelen ergens voor. En dat is alleen maar mooi. En dit was hem dan weer, de NEC-update voor vandaag. Morgen dus om 8 uur de wedstrijd tegen Heerenveen. Belangrijk, het is een van die finales die gespeeld gaat worden. Kun je er niet bij zijn, het wordt live uitgezonden bij mijn collega's van RN7 Sport op de radio. Vanaf 8 uur dus inschakelen. En ondertussen tijd blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws via mijn Twitter-account. En wij zijn er volgende week natuurlijk weer met een nieuwe update. Graag, tot dan!